Dit is het eerste hennepperceel van de Hooibeekhoeve. Hoe komt het dat de Hooibeekhoeve gekozen heeft om hennep te gaan telen? Wel, een beetje op vraag van onze buren, het Prinsenpark van de Provinciale Groendomeinen, die hier in de toekomst natuurlijk grasland willen ontwikkelen, kruidenrijk grasland, en eigenlijk hier natuurgebied van willen maken. Wij krijgen toch nog de kans om het enkele jaren landbouwkundig uit te baten. En de bedoeling is dat wij zoveel mogelijk fosfor uit de grond gaan halen of fosfaat gaan uitmijnen. Het is namelijk zo dat die bloemenrijke graslanden niet houden van te veel fosfaat in de bodem. Hennep zou een van de teelten zijn die goed die fosfor kan uitmijnen. Dus eigenlijk goed die fosfor losmaakt uit de bodem waar hij toch soms wel vast zit. Waarom? Omdat hij een diepe wortel heeft, maar ook omdat hij eigenlijk heel droogteresistent is en heel goede jeugdgroei heeft. Dat hebben we hier ook gemerkt. We hebben in het voorjaar hier na de maïs, ergens in half mei denk ik, de hennep uitgezaaid. Die is al heel snel opgekomen, ondanks dat het gezaaid is in zeer droge omstandigheden. Je ziet goed op het perceel dat het heel wisselvallig staat. Er is ook wat tweewassigheid. Sommige stengels zijn al bijna voorbij het rijpen. Hier hebben we er eentje die al afgerijpt is. En dan zijn er andere die nog heel groen staan. Dus dat is natuurlijk wel een heel moeilijke om het juiste oogsttijdstip te bepalen. We proberen hier met een akkerbouwrotatie zoveel mogelijk met enkel stikstofkunstmest en kalikunstmest, zonder toevoeging aan fosfor, dus ook geen dierlijke mest, proberen we dus zoveel mogelijk nutriënten uit de bodem hier te halen met ons landbouwgewassen. Hennep op zich is geschikt eigenlijk als vezelplant. Het is kemp van vroeger. Het is eigenlijk echt een kempisch gewas, vandaar de naam ook kemp. En vroeger gebruikte men hem hier al in de kempen om touwen van te maken. Dat vroeg heel wat arbeid. Men moet dat roten, moet dat laten drogen en dergelijke. Ook die vezels eruit halen. Tegenwoordig is dat natuurlijk een industrie die hier eigenlijk in de buurt niet te vinden is. Waar tegenwoordig ook heel wat vraag naar is hennep voor de olie, voor de cannabiol die onder andere in die olie zit en gezondheidsbevorderende stoffen zou bevatten. Voor de mensen, maar eigenlijk ook voor de dieren. Vandaar dat we toch wel, ook die oliewinning kennen we hier geen firma's in de buurt, maar op zich heel de plant, hakselen, kan wel geschikt gaan zijn als voeder voor onze melkkoeien. We verwachten daar geen hoogwaardig voeder qua eiwit of qua energie van, qua vem. Maar het is wel zeker, het is een vezelgewas, dus het is ook zeker een structuurgewas. We verwachten er toch wel positieve effecten van in de pens van de koe. We gaan het binnenkort hakselen, dus we hopen op een goed oogstmoment te zitten. Dus we zien hier, er komt nog wel een beetje vocht. Het voelt nog wel wat vochtig aan, maar er komt zeker geen vocht meer uit de stengel. De zaden zelf zijn zeker nog niet rijp, daar komt wel wat vocht uit. Maar zoals ik al zei, zitten we hier met tweewassigheid en zitten de planten in een verschillend rijpheidsstadium. Bovendien is het de eerste keer dat we telen, dus het moeilijk inschatten wanneer de plant juist oogstrijp gaat zijn. Wat is eigenlijk nog zo positief aan die teel? Dat is eigenlijk dat die goed bijdraagt tot een verhoging van het organische stofgehalte. Zoals je kan zien, zijn heel wat planten al bladeren kwijtgespeeld, zeker de onderste bladeren. En die bladeren liggen nu op de grond en die brengen eigenlijk humus bij. In de bodem zijn traag verteerbaar en zeker, stengels blijven in principe niet achter, maar zeker de wortels wel en de stoppel. Zoals je kan zien is dat een breed wortelstelsel, goed in elkaar verstrengeld. En het is een vezelplant, dus veel koolstof en de koolstof-stikstofverhouding gaat hoog zijn. Dat maakt dat het goed zal bijdragen tot het bodem. Organische stofgehalte. Men spreekt dat hennep heel diep kan wortelen. Ja, we zitten hier op een zeer lichte grond, dat is altijd een beetje relatief dan, maar ja, je ziet, ik heb hier weer een stukje wortel afgebroken, dus op zich mogen we toch wel nog een hele diepte verwachten. En zoals je ziet, ook de zijwortels kunnen een heel stukje van de hoofdwortel overnemen.